met Run to You. Historisch moment, we gaan babbelen over luchtbevochtigers. Stel je voor, ik heb het nog nooit gedaan. Zeker al niet in de ochtend. Bij ons is Bart uit Ophasselt. Bart, je moet jou feliciteren, want je hebt een prijs gewonnen. Ja, dat klopt. We hebben met het merk Bojungle de Baby Innovation Award gewonnen van de Federatie van Belgische Groothandels en Fabrikanten, afgekort FEBAB genoemd. En jullie zijn producent van allerlei spullen voor baby's. Wat hebben jullie zoal in de aanbieding? Wij zijn vooral gespecialiseerd in kleinere items die je in huis gebruikt of op stap, maar niet zozeer kinderkamers en kinderwagens. Dus bijvoorbeeld... Je hebt wel een mobiel bedje, hè? Een tent. Dus dat is eigenlijk al een van de grootste spullen die jullie hebben. Ja, dan, absoluut. Ja. En nu, hij staat hier achter ons, heeft hij even de temperatuur hier gemeten, staat op 22. Dat zal wel kloppen zeker, hè? Temperatuur? Ja, dus hij geeft de temperatuur aan en de vochtigheidsgraad. Die staat op 44%. Is dat goed? Is dat, ja, dat is eigenlijk verwonderlijk goed. Verwonderlijk goed zelfs? Ja, eigenlijk wel. Want in de winter worden huizen heel vaak opgewarmd, dus ook deze studio, en daardoor droogt de lucht heel hard uit. Ja. Oké. Okay. Er zit ook een lichtje in, dat is dan voor het fancy effect gewoon. Dat is een verkleurend ledlampje dat erin zit. En het valt op, het heeft een heel grote waterreservoir. Ja, het klopt. Het heeft een watertank van 6 liter. Oké. Okay. En hij kan meer dan enkel de lucht bevochten, dacht ik, hè? Ja, dat maakt hem eigenlijk... Er is eigenlijk echt innovatie aan. Ja. Luchtbevochtigers met koude stoom bestaan al lang en is dus echt aangeraden bij verkoude kindjes of gewoon in de winter om je huis iets vochtiger te maken. Maar deze luchtbevochtiger kan ook nog eens de lucht filteren en heeft daarvoor een HEPA-filter. Heel ingewikkeld woord. HEPA staat voor High Efficiency Particulate Air. Wat dat eigenlijk betekent dat hij alle kleinste stofdeeltjes kan filteren. Ja. Dat is eigenlijk geavanceerde watten. Ja, het is een soort een stoffendoek en dat het eigenlijk alle fijnste... microvezeldoekje of zo, die de pollen en zo ook kan dus tegenhouden. Ja, de pollen en allergenen en ook bijvoorbeeld tabak uit de lucht kan filteren. Dus het is niet alleen een luchtbevochtigaar, het is ook een toestel dat de lucht zuivert? Ja, ja. En kan dat bijvoorbeeld deze ruimte aan, ik zeg maar iets, een aantal kubieke meter, kan het zonder problemen aan? Ja, het is geschikt voor ruimtes met een normale plafondhoogte tot 60 vierkante meter, dus 10 maal 6 meter. Ja, maar dan moet hij wel een tijdje draaien toch, hè? Ja, dan moet hij wel opstaan, alleen constant opstaan, maar hij gaat ook automatisch de vochtigheidsgraad regelen. Dus als het vochtig genoeg is, dan stopt hij, maar hij blijft wel de luchtfilter ondertussen. Ja, moet dat stoomding blijven aanstaan? Nee, dus hier nu is hij ingesteld op 45. Want er komt zo'n rookpluim uit, een koude stoompluim. Ja, er komt koude stoom uit. En, dus ik heb hem ingesteld op 45 graden. 45% vochtigheidsgraad. En als hij dat bereikt heeft, dan stopt hij. Okay. Maar hij blijft wel filteren. Want ik hoor hem wel een beetje piepen als dat ding aanstaat. Het is ultrasoon, maar ik hoor dat. Ja? Ja. Dan ben je een van de weinige mensen. Ja. Normaal gezien... Maar ik kan het gewoon uitzetten. Dat kan ook. Ik kan het gewoon uitzetten. Ja. Oké, goed. Maar kinderen zijn daar dan toch ook gevoeliger voor aan hun oren, niet? Of het ligt aan de studioomgeving, misschien ligt het daar aan. Kan hier wel heel stil zijn. Natuurlijk. Ja, dat zou kunnen, maar normaal gezien hebben ze er geen last van. En dat is, het zit ook een ionisator in. En wat doet dat? Heel ingewikkeld om uit te leggen, maar ik zal het heel kort proberen. In de luchtmoleculen, dat wordt ook luchtionen genoemd, zitten heel vaak positieve ionen. Nu, dat lijkt positief, maar hoe positiever die zijn, hoe neerslachtiger je eigenlijk van wordt. En daarom... gaat dit toestel negatieve ionen geven. Dus dan gaat ze omvormen naar negatieve ionen. Ik kan u verzekeren, bij Radio 2 hebben we bijzonder weinig van de ionen. Echt waar. Goeie sfeer. Goeie sfeer. Altijd, hè? Zo moet het zijn. Maar de toestel werkt daar dan blijkbaar ook op. Ja, ja. Dus dat gaat negatieve ionen geven. En dat bevordert de slaap, bevordert ook de activiteit en de concentratie. Ja, je hebt nu de Baby Innovation Award gewonnen. Kan je daarmee naar het buitenland? Is dat belangrijk voor bijvoorbeeld... marketing? Ja, de babymarkt is sowieso een hele kleine markt. En de kern van alle ontwikkelingen ligt vooral in Europa. Dus wij zijn eigenlijk een beetje voorloper op de rest van de wereld qua innovatie. Het komt niet uit China of Japan? Nee, het is hier ontwikkeld. Het is uiteraard wel gemaakt in China. Ja, zo gaat het dan. Anders konden we de prijs niet aanhouden. En inderdaad, dat heeft een groot effect, want dan kan je veel sneller ook je op de exportmarkt begeven. Zo zitten we op 1 jaar tijd momenteel in 13 verschillende exportlanden.
En dat helpt zo'n prijs om aandacht te krijgen. Ja. Daar er niet zoveel prijzen zijn, op wereldniveau helpt iedere prijs. Dus dit helpt zeker. Voilà. En voor de naambekendheid, Bojungle. Bojungle, dat is de merknaam waaronder jullie dingen produceren. Dit gebeurt in China, maar jullie zijn eigenlijk van Op Hasselt, dacht ik, het bedrijf. Ja, Op Hasselt in Geraardsbergen. Prachtige locatie. En momenteel niet zo schitterende verbinding, maar daar wordt aan gewerkt. Voilà. Dankjewel Bart de Leeuw voor je komst en voor de prijs. Hè. Gefeliciteerd. Ja, jij bedankt. Ja.